De faculteit der juridische wetenschappen heeft gisteren een symposium gehouden over herstelrecht. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar hoe herstelrecht werkt in de Maron en inheemse gemeenschappen. Herstelrecht is het handhaven van het recht door het herstellen van de schade die is veroorzaakt door een strafbaar feit. Meester Ellen Braam Jordan heeft onderzocht hoe het herstelrecht in de praktijk werkt bij de Maron-gemeenschappen. Zo'n gemeenschap heeft een eeuwenoude traditie van geschillenbeslechting en de manier van besluiten nemen is ook oud, zegt Braam Jordan. Het is eigenlijk een vergadering waarbij de hele dorpsgemeenschap erbij is. En als er zich een incident, een feit voordoet, dan zien we bij de kroetu dat dader, slachtoffer, familiedader, familieslachtoffer, kapitein, basha, dorpsoudsten erbij komen om dat geschil te beslechten. Het is meneer Jacques heeft het aangehaald in het symposium, dan krijg je een herstelconferentie waarbij nog meer mensen betrokken worden om tot een goede oplossing te komen. Het accent ligt daarbij op de verzoening. Waarom de verzoening? Omdat men weet het is een kleine gemeenschap en men moet met elkaar verder. Als je het conflict niet oplost, kun je met elkaar niet in zo'n kleine gemeenschap voortleven. Dus men kiest voor verzoening, niet voor vergelding. Wat wij in het moderne strafrecht wel voor gaan, maar bij de Marons gaat het om verzoenen. Verzoening, we moeten weer over het feit heen kunnen stappen en verder kunnen gaan. Dat is de essentie van het geschillenbeslechting bij de Marons. Meester Alrik de Haas heeft onderzoek bij de inheemsen gedaan. Hij geeft aan dat er veel overeenkomsten zijn tussen de tradities van de inheemsen en de Marons. Wij hebben onderzoek gedaan in de dorpen Powaka, Mata, Pierre Condré en Kumbasi. Maar er zijn veel meer inheemse dorpen, dus wij hebben nog geen volledig beeld hoe zij te werk gaan, benadrukt de Haas. Maar voorzichtig gezegd is er een praatcultuur, in positieve zin, waarbij net als bij de Marons zo kort mogelijk na een conflict of de misdaad de zaak wordt opgelost in het belang van de gemeenschap. Dus niet alleen voor het slachtoffer, niet alleen voor de dader, maar ook voor het hele volk. En we hebben daar een aantal positieve waarden mogen zien. Die gaan wij ook op papier toevertrouwen. Dus alles wat al eeuwenlang als orale cultuur wordt overgedragen aan nieuwe generaties, gaan we voor het eerst op schrift stellen. Daarnaast hopen wij daarmee een erkenning te krijgen richting het centrale gezag. Dus simpel gezegd richting Paramaribo. Wij hopen ook vanuit Nederland, of hopen, ik weet zeker, dat we vanuit Nederland kunnen leren. Want juist hier bij de inheemse zien wij dat men weer verder kan. Van alle kanten en zo kort mogelijk naar de daad. Bij ons is het publiekrecht in Nederland, dus meer verticaal, overheid, burger. En hier lossen de burgers het samen weer op. Meester Alrik de Haas, hij sprak gisteren bij het symposium over herstelrecht. Hij heeft samen met meester Braam Jordan onderzoek gedaan naar hoe het herstelrecht in de praktijk werkt in de Maron en inheemse gemeenschappen. Het symposium is georganiseerd door de faculteit der juridische wetenschappen.